Het is een stevig rapport waarin de Onderzoeksraad voor Veiligheid ons een echte spiegel voorhoudt, waar aanbevelingen in zitten die we allemaal overnemen. Het rapport gaat ook over de afspraken die er mogelijk niet zouden zijn of onduidelijk waren. Wat voor afspraken waren er met de bouwers van de Vreugdevuren? Er zijn verschillende afspraken met de bouwers gemaakt, maar wat je in retrospectief kan zeggen, dat als je dit soort dingen wil, dan kan het alleen maar met een vergunning. Een vergunning waarin helder afgesproken wordt wat wel en wat niet, waar de hoogte van de stapel en de breedte van de stapel goed in is afgekaart. Dus met een vergunning, dat is waar we nu voor gaan. Ja, dan maar gelijk inderdaad eventjes over die vergunning. Lost een vergunning dit op? Een vergunning lost een heel groot gedeelte van deze afspraken op. Omdat je dan ook helder hebt met wie je de afspraken maakt. En ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid zegt, je zou moeten gaan naar een evenementenvergunning. Maar dan wordt ook helder met wie je de afspraken hebt. Dan heb je de mogelijkheid voor bewoners om bezwaar aan te tekenen en om inzage te krijgen. En we doen het alleen nog maar een keer als die stapels substantieel kleiner zijn. Ja, want een van de conclusies die het rapport ook schrijft is dat de gemeente op de hoogte was van het schenden van de afspraken. Dan kan je dus wel een vergunning hebben, maar als de afspraken niet worden gehandhaafd, dan schiet dat alsnog toch ook niet op. En die handhaving, dat handhavingskader, daar zal ik nauwkeurig op toezien dat dat gevolgd wordt. Ja, zal op toezien, maar neemt u zichzelf iets kwalijk dat u daar in het verleden niet goed genoeg op heeft toegezien? We hebben verschillende redenen waarom er de afgelopen keer de stapels groter waren dan afgesproken. En uiteindelijk lagen er toen rapporten waaruit bleek dat er twee problemen zouden kunnen zijn. Namelijk het omvallen van de stapel en de hittestraling. En om dat te voorkomen, om dat gevaar te voorkomen, hebben we de hekken wijder laten zetten. U denkt toch niet werkelijk dat als ik van tevoren zou hebben geweten dat het een onveilige situatie zou zijn, dat ik het zou hebben laten doorgaan? Maar het rapport schrijft van wel. Ik ben ervan. Het rapport schrijft dat de stapels te hoog waren, te groot in omvang en dat de gemeente daarvan op de hoogte was. Maar niet van wat het effect daarvan zou zijn. Want het effect is, daar schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook over, hoe heeft dat vliegvuur nou kunnen ontstaan? En zij zeggen, het is de wind, het is de vorm van de stapel, het is de plek, het is ook de diesel die erop gegooid is. En ik heb niet geweten, en ik was ook geschokt toen ik dat las in het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat er extra diesel op de stapel is gegooid. Waarbij ik me natuurlijk heel goed realiseer dat de bouwers dit effect daarvan ook niet hebben gewild. Want de bouwers wonen op Scheveningen, hun familie woont op Scheveningen. Maar desalniettemin heeft dat die combinatie van al die factoren heeft gemaakt dat er vliegvuur over Scheveningen is gegaan. Neemt u zichzelf dan iets kwalijk, terugkijkend op deze situatie? Heeft u de risico's verkeerd ingeschat? Ik ben verantwoordelijk, ik ben burgemeester van deze stad en verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat als we nieuwe vreugdevuren gaan doen, dat we dat alleen maar doen met een vergunning, veel kleiner, maar ook met bepalingen als bijvoorbeeld bij een aanlandige wind, dat de stapels niet aangaan. Ja, u zegt ik ben verantwoordelijk. Verbindt u dan ook voor uzelf daar consequenties aan? We gaan op voor een pittig raadsdebat. Dat zal volgende week zijn, maar dat ga ik met open vizier tegemoet. Dus dat laat u afhangen van het raadsdebat? De raad is het hoogste orgaan in deze stad, maar ik ga het natuurlijk met open vizier tegemoet.